We staan hier bij de horizon. Wat gaat hier gebeuren op zaterdag 28 januari? Dan draait Filmspot weer zijn iedere laatste zaterdag van de maand voorstelling. En deze zaterdag zal dat worden The Act of Killing. En wat is dat voor film? Dat is een bekroonde documentaire die echt aangrijpend is. Als je deze documentaire gezien hebt, zou ik nooit meer vergeten. En waar gaat hij over? Hij gaat over moorden en het verheerlijken van moorden. En het gaat dus over Indonesië. Ja, er was een communistenjacht in de jaren 65, 66 onder Suharto. En daar zijn ongeveer 1 miljoen mensen weggewerkt. En deze mensen waren de uitvoerders daarvan. Het hoofdpersonage in de film is een van deze personen. Die zelfs scènes gaat naspelen, is hoe die moorden. En die gaat dat helemaal ensceneren in zijn favoriete filmstijlen. Die hij zelf geweldig vindt. Ik meen gelezen te hebben dat deze man zelfs wel trots was op wat hij gedaan heeft. Absoluut trots. Hij zoekt zijn vrienden op. Hij huurt acteurs in. Hij betrekt de lokale bevolking erbij voor een cent. En spelen die ook mee in zijn scènes die hij zelf helemaal in elkaar zet. En het is, maar het einde is wel heel verrassend. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Worden hier vaker films vertoond? Wij spelen iedere laatste zaterdag van de maand. Spelen wij hier film boven in onze vaste filmlocatie. En daarvoor hebben we altijd hier bij het buurtrestaurant ook eten erbij. Wat voor restaurant is dat? Dat is een buurtrestaurant. Dat is een restaurant speciaal open voor de buurtbewoners, voor de mensen die werken hier, voor de mensen die doen cursus hier in het buurthuis. En de visie van dat restaurant is een kwaliteit voor sociale prijs. En ze koken lekker, gezond, ambachtelijk en bieden dat voor een sociale prijs. En wat is een sociale prijs? Dat meestal is de helft of minimum 30% of 40% goedkoper dan een gewone restaurant. Eén keer in de maand is hier de filmvoorstelling van Filmspot. Klopt. Doe je dan iets speciaals? Klopt, dat meestal. We doen dat al meer dan een jaar. De laatste zaterdag van de maand, samen met die film, bieden wij echt een culinaire menu voor een ook speciale prijs. Aanstaande weekend ga ik iets stofschotel doen en altijd heb ik ook iets van vegetarische variant. Dat kost €5 het eten, dus dat is echt een speciaal. Isam doet dat voor ons. Altijd heerlijk en daarna gaan we met z'n allen naar boven, gaan film kijken en daarna nog een borreltje achteraf. Hoe lang doe je dit al? We hebben dit het laatste jaar volgemaakt en dit wordt het tweede jaar. Filmspot heeft nog meer ideeën, maar we gaan het proberen ook meer buiten te spelen. Ik zou graag ook bij de tennisvelden filmvoorstellingen willen gaan doen. Ik heb nog een paar meer ideeën, maar dit is onze vaste stek. Onze huisbuurtplek. En wij willen eigenlijk gewoon graag een buurtbioscoopje zijn van Spaarne buurt.